Alle spelers van de Nationale Loterij hebben zo hun eigen dromen en verlangens. Als ik de lotto win, dan koop ik mij een Defender Land Rover met alles erop en eraan. Dan zou ik een inclusieve school oprichten als leerkracht. Dan zal ik een goede speler voor zijn trui bijkopen. Dan reis ik op zijn minst door het Midden-Oosten. Maar wist je dat je door te spelen ook verschillende mooie initiatieven steunt? Zoals Uilenspel. Hey! Hey, Felice. Dag, Charisse. Hoi. Hoe is het? Goed. Je hebt net jouw zoontje afgezet hier op school. Klopt. Dus dat betekent dat we samen op pad kunnen. Ja, leuk. En wat gaan we doen? Ja, we gaan op bezoek bij een gezin dat ik begeleid voor schoolse ondersteuning. En dat doe je voor? Uilenspel. Wel, Uilenspel is een VZW die meer gelijke kansen wil voor kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Ik begeleid nu een kindje, Jasmin. Een meisje die komt uit een Syrisch gezin. De ouders spreken Arabisch. Ze kunnen nog niet helpen met schoolse taken zoals dat wij zouden kunnen helpen. Want we zetten ook echt in op motivatie en de talenten die ze hebben om die meer te kunnen ontplooien. En hoe is jouw band met Jasmin en haar gezin? In het begin groeide dat heel sterk tussen mij en Jasmin. En dan gaandeweg begon dat ook met de ouders, hè, die band te groeien. Dus we hebben al samen gelachen, geweend, blij geweest, alles gedeeld. Zo, ja. Dat is zoals dat je bij je vrienden of familie op bezoek gaat. Hè. Dat vind ik ook altijd leuk. Ik word echt altijd zo warm onthaald. Oh, lekker. Dat zijn dan brieven in het Nederlands die hij niet helemaal begrijpt en die jij dan probeert uit te leggen aan hem. Ja, absoluut. Mijn vrouw niet lezen, is storen naar Charisse. Wat moet ik doen? Ja. Het is een moeilijke lezen in het Nederlands. Ja. En helpt ze jou goed? Ja, maar Charisse, langzaam praten. Ik begreep. We leren Nederlands en Charisse veel helpen voor kinderen. Het is belangrijk. Het is goed in contact met mensen hier in België. Dus het zorgt ervoor dat hij toch met meer Belgen in contact komt, omdat hij jou al kent. Ja, absoluut. Dus ik betrek Mufid en zijn gezin meer in mijn leefwereld. Dus bijvoorbeeld mijn ouders en mijn vrienden. En zij betrekken mij in hun leefwereld. Dus het is een verrijking voor de twee families. Is dat ook typisch aan Uilenspel, dat er een hechte band ontstaat tussen de vrijwilligers en het gezin? Dat hoor ik ook van andere vrijwilligers, dat er op den duur die intieme band ontstaat. Dus ze zijn vrienden en familie en ik kan ze niet missen. Ik voel wel echt een dankbaarheid naar de spelers van de Nationale Loterij toe, dat wij vrijwilligers in de mogelijkheid zijn om dit te kunnen doen en om die warmte bij elkaar binnen te kunnen brengen.